Nou, ik vind dat iedereen moet worden afgerekend op zijn resultaten. En als jij in de zomer 6 spelers haalt, waarvan er nu al 3 weg zijn, waarvan er nog 1 Damczewski weg moet, omdat hij niet functioneert. 3-jarig contract heeft? 3-jarig contract heeft. Nou, dan vind ik niet dat je kan zeggen dat je werk zo goed hebt gedaan. Nee, inmiddels ook een trainerswissel, of eigenlijk een dubbele trainerswissel. Van Goudelje via Hellemons toch bij Maaskant terechtgekomen. Aad, is wat jou betreft de positie van Rutjes onhoudbaar als je ziet wat er allemaal gebeurt. Een oud pupil van je, moet ik erbij zeggen, bij Mechelen. Nou ja, ik wil toch het hele seizoen afwachten wat er nu gaat gebeuren. En misschien dat er met Maaskant nu spelers opstaan die door hem gehaald zijn. Die nu wel gaan presteren. Maar wat ik via mijn ogen zie, als ik dan 2 wedstrijden naast elkaar moet leggen, dan zeg ik, nou ja, Cambuur heb ik dan gezien helemaal. Met het centrum, met Drost en met Gilles Schwerts. En ook de manier van spelen, dat viel me beter als de wedstrijd onder Maaskant tegen PEC Zwolle bijvoorbeeld. Dus maar dat ik zijn denk de niet dat ze. Marcellus en Koch, en die moeten spelen. Ja, maar ik geloof niet dat je daardoor sterker wordt. Ik heb Marcellus. Bij PSV natuurlijk veel gezien. Ik denk dat dat geen centrale verdediger is. En Van Koch vind ik dat hij niet wendbaar genoeg is. En dat hij ook, er is een hype, vind ik altijd, rond het Eindhoven. Zie je zo ook via de media. Ik heb altijd gezegd, Hendricks is beter als Koch. Koch is geen versterking direct voor dit NAC, vind ik. Nee. Heb jij een beetje vertrouwen, John, in het nieuwe NAC? Want er is toch een nieuw NAC ontstaan in de winterstop. Een nieuwe trainer, nieuwe spelers. Dat moet een nieuw elan brengen. Ja, het is voor mij ook even afwachten. Aad zegt het ook al. Je had natuurlijk spelers. Marcel is lang niet gespeeld. Fernandes is een half jaar niet gespeeld. Dat zal even tijd nodig hebben. Ja, en NAC heeft geen tijd, hè? Nee. Het is niet 5:12, maar het is misschien al wel 12 uur. En als je ziet wat er de komende weken aankomt. Ook Excelsior en Go Ahead, ADO. Ja, er moet gewoon van die wedstrijden, van die 4 wedstrijden moeten er zeker 3 winnen, wil je nog boven de streep gaan eindigen.